volgens mij live en dit keer lijkt het goed te gaan. Ik kreeg net alleen maar strepen in beeld. Ik zie nog een tijdslopertje lopen, maar inmiddels ben ik volgens mij live. Ja, nou, vandaag wil ik het met je hebben over in ieder geval eerst een hele fijne zondag. Ik hoop dat je het naar je zin hebt. En ik wil het met je hebben over actie nemen en hoe één gedachte genoeg kan zijn om heel veel in actie te kunnen zetten. En ja, nu beter, Alexander. Ik heb hem in mijn andere USB-poort gestopt. Hey, goeiedag allemaal. Nou, hoe kan één gedachte nu genoeg zijn om in feite zo goed als de wereld te kunnen veranderen? Want één gedachte is genoeg. En waar ik het met je over wil hebben is het volgende. Heel vaak komen mensen naar me toe en ik zie het ook in meetings en of we nou bij elkaar komen of online. Er zijn er altijd mensen die zeggen van ja, ik mis dit en ik mis dat. En waarom doen jullie niet het volgende? En waarom pak jij niet dit op? En inmiddels begin ik te ontdekken dat ik denk, oké, wacht eens even, waar komt die gedachte vandaan? Die gedachte komt heel vaak van die persoon. En binnen de creatie kennen we twee soorten creatie. Je kan zelf iets bedenken, dat komt dan echt vanuit een oorsprong. Maar heel vaak is de creatie die je bedenkt, is heel vaak een combinatie van allerlei verschillende creaties. En daardoor lijkt het vaak iets nieuws, maar heel vaak denken we dat we iets nieuws bedenken. Zonder dat het echt nieuw is. Maar dan is het gewoon een combinatie van een geheel. En dan heb je nog de derde, en dat is gewoon stelen, zeg maar. Je kan ook een hele mooie gedachte van iemand stelen en denken: weet je wat, als jij er niks mee doet, dan pak ik het wel op. Maar te vaak komt het voor dat mensen op demonstraties of tijdens meetings of gewoon in ontmoetingen zeggen: waarom doen jullie dit niet? En inmiddels zeg ik het volgende: waarom doe jij het niet? Er zijn zoveel mensen met fantastische ideeën. Dat ik, als ik het terugkoppel en ik zeg van joh, waarom pak jij het zelf niet op? Het is tenslotte jouw gedachte. Het is jouw idee. En waarom doe je het niet zelf? En ik ga je een mooi voorbeeld noemen. Ik ben de naam even kwijt. Ik denk zeker dat jullie haar inmiddels wel herkennen. Ik heb het een tijdje geleden ook aangehaald. Ik was gisteren op de demonstratie in Amersfoort. Daar mocht ik spreken. Nou, altijd zeer vereerd om dat te mogen doen. Dat was bij Bianca Wacht van Viruswaarheid Amersfoort. En er kwam een dame naar me toe achter het podium en die liep met een zakje rond met veterstukjes. Van die kleine witte veterstukjes. En ik zag haar laatst in een auto, had ze zichzelf opgenomen en toen had ze dit idee en ze had dit ook aan haar ritssluiting hangen. En toen dacht ik, wauw, wat een goed idee. En gisteren stond ze daar achter het podium met zo'n zakje vol met veters. En waarom doet ze dit? Zelf had ik ook het idee om iets te doen. En ik dacht aan een soort witte armband of zo, of zo'n witte band. Maar ja, dat ziet er ook zo uit alsof je onderweg naar een begrafenis bent of dat er gerouwd moet worden. En om nou iedere dag met zo'n band te gaan lopen, dat was mijn idee. Of ik dacht aan een sjaal of iets van een herkenning, dat we iets, een groene kleur. Maar zij heeft het super concreet en simpel en goedkoop en haalbaar gemaakt door gewoon stukjes veters te knippen. Een heel klein stukje van een witte veter, die hang je aan je. Ik heb hem net er trouwens vanaf gehaald, dus ik heb hem gewoon aan mijn ritssluiting hangen. En toen dacht ik, wat waanzinnig, zo kun je elkaar herkennen. En het is echt heel eenvoudig, maar dat betekent als we dit allemaal gewoon gaan dragen en je loopt een supermarkt in, dan weet je gewoon wie wie is. Dan weet je ook dat iemand die dit draagt, die is niet bang. Die is in ieder geval wakker, die weet wat er gaande is. Die is het waarschijnlijk met een heel groot deel van jouw gedachtegoed ook wel eens. Ik vind het echt een super idee. Dus heel simpel, je haalt een paar van die veters, die kan je heel goedkoop halen. Waarschijnlijk bij een van die grote winkels, zoals The Action of zo. Of bestel ze online. Je knipt een paar van die veterstukjes af. Heel eenvoudig. En dit kan heel veel veranderen, want als we dit met z'n allen gaan dragen en die herkenning ontstaat, dan zou het best wel eens nou, een soort trend kunnen worden. Denken, hé, waarom draag je dit? En je zou ook een gesprek ermee kunnen openen. Dus heb je een gedachte, heb je een idee, ga dan niet om je heen zitten kijken in de vraag van, goh, waarom pakken zij dat niet op? Waarom doen ze dit niet? We hebben het zo vaak gehoord ook in het begin met die rechtszaken. Dan is er altijd wel weer zo'n verloren jurist die dan gaat beginnen, jullie pakken dat helemaal verkeerd aan. Dan denk ik, nou, be my guest, doe het dan gewoon zelf en laat de hele wereld eens even zien hoe jij het zou doen. Dat lijkt me dan echt een veel betere oplossing. Of iets anders met demonstraties. Ja, wel jammer hoor, hoe jullie dit of dat doen. Dan denk ik, nou, be my guest. Ik bedoel, het staat iedereen vrij om het zelf te doen. Ook met met het verhaal van liefde en geduld. Of liefde en waarheid. Liefde en, ja, jullie altijd maar met liefde. Hey, be my guest.
Doe een ander geluid en ga je eigen demo organiseren. Brand ons niet af op het feit dat wij een ander geluid voeren dan jij. Okay? Dus dat is eigenlijk een beetje de boodschap van vandaag. Ik ga versneld afronden, want ik zie net een melding dat mijn batterij bijna leeg is. 21 november zijn we op het Malieveld. En we gaan weer een prachtig menselijk hart vormen op het Malieveld van Den Haag. 21 november en dit keer tussen 3 en 6. En waarom tussen 3 en 6? Omdat het om 6 uur donker wordt en dan kunnen we weer een hele mooie foto maken. Dus dat is het voor nu. Dus nogmaals, heb je een gedachte, ga niet zitten klagen voor het feit dat anderen het niet oppakken. Pak het alsjeblieft zelf op, ga ermee aan de gang. Ik heb er een stuk tekst bij geschreven. Doe er je voordeel mee en we zien elkaar 21 november op het Malieveld of tussendoor online. Oké, fijne zondag en ik zie je snel.